Oh, jullie willen weer niet weten hoe blij ik hiermee ben. En als ik hem nog weer ingedrukt houd. Carlos! Yes, yes, yes! Eindelijk! Hey iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik ben deze ochtend 7 uur opgestaan, omdat om 8 uur moest ik bij mijn huis zijn. Zo, om een scheet te laten. Nou, dat was de vlog, dames en heren. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot morgen om 5 uur. Ik ben in zo'n goede stemming. Sorry, die scheet was echt ranzig. Ze gaan mijn garage fixen. Beide garages. Moet ik elke keer als ik hier ben om iets te sjouwen. Of die wagen naar buiten, of dit naar buiten. Alles moet maar handmatig. Het moet maar handmatig. Want ze zijn kapot. Komt uit 94. Is oud. Die motortjes die hier hangen zijn verrot. Net als de lucht van mijn scheet. Wow. Ze komen die motortjes vervangen. Ze doen een nieuwe reling erin, geloof ik. Zo'n ketting, weet je wel. Die trekken die deuren open. Ze gaan ze gewoon fixen. En dan kan ik gewoon met een klikkertje aankomen rijden. Garage open. Naar binnen klikker dicht. Gewoon top. Ja, het is een luxe probleem natuurlijk. Maar ik vind het wel echt super relaxed. Want het was elke keer wel gedoe. Ik ga even lekker 2 bakjes zetten. En dat heeft te maken dat de mannen van de airco bezig zijn buiten hier zo. Die zijn units aan het aansluiten zodat ik die lekker kan gebruiken. En de rest van de airco's in het huis. Eentje wil er een watertje. Eentje wil er een koffietje. Dus een koffietje voor mezelf. Leeg, dik. Leeg, koffie, dik, reservoir, wat. Ik snap nog helemaal niet hoe al mijn apparaten werken. Dus we moeten er even aan wennen. Besef deze hoe chill dit is, jongens. Kopje medium. Wordt gewoon een lekker bakje gezet. Zo top. Chop, zo chop. Nou, mijn nieuwe buurman, die komt het fixen. Die sprak me laatst aan, die zei, heb je toevallig nog wat nodig voor je garage? Ik zeg, ja, ze gaan allebei niet open. Kijk eens aan, buurman, ben ik blij mee. Hij moet weg, hè? Alsjeblieft. Yes, anders kunnen ze niet bij het motortje. En dan moet ik het toch weer even filmen. Gewoon als herinnering voor later. Dat is wel echt zo lijp dat ik gewoon elke dag van mijn leven documenteer. En moet je beseffen hoeveel er op een dag gebeurt, wat ik eigenlijk dan ook niet film. Maar ik heb ook zoveel wel gefilmd, dat later kan ik gewoon terugblikken op mijn jonge kop als ik oud en gerimpeld ben en denken, wow, wat heb ik een tijd van mijn leven gehad. Dat is zo krankzinnig. Als ik oud word dan, ik zou ook natuurlijk vroeg tijdig kunnen overlijden. Maar ja, daar moet je niet aan denken. Hè. We gaan gewoon voor die 80 killstreak. Oké, top. Kunnen die mannen aan het werk? Ik zie iemand naar binnen gluren. En hij denkt dat ik er niet ben. Joop! Joop! Hey! Hey! Kom je even gluren? Ja. Ik zie jou! Ik stond daar! Oh, oma is er ook! ik zie jou kijken en ik zie je weer omkeren. Ja, maar ik denk, je bent er niet. Jij zat om het hoekje te gluren. Ik was benieuwd wat die auto, wat dat voor een bedrijf is, maar ik zat voor je garagedeur. Ja, die worden gefixt nu, ja. Gefixt? Ja, ik krijg nieuwe motortjes. Oh, daar komt oma aan, ja. Ja. Nieuwe motortjes met nieuwe klikkers. Oké, heb je koffie of niet? Moet je koffie? Tuurlijk. Bakkie, oma. Oma is zere rug, zegt ze. Wat zegt ze nou? Ze is gestruikeld. Oh, ze gestruikeld. Ja, heel heftig. Maar is ze gevallen? Ja, ze gestruikeld een vrijdag al. Dus het is telkens. Ze zegt, Ja, of komt het ergens anders door? Nee, ik kom daar van vallen. Maak dat de kat maar wijs. Ja, jij gelooft mij nooit, hè? Nee, ik denk dat jij gewoon met oma een leuke avond hebt gehad, Joop. Ja, het is mooi met jou. Het is mooi met jou. En bindklimaat, wat is dat nou weer? Dat is voor de airco's. Dat is voor de airco's. Ja, die zijn ze ook aan het afmonteren. En deze mannen komen voor de garagedeur. Nee, maar ik zag dus eventjes de Lambo buiten staan. Zo, nou ja, goed. Ik krijg dus ook eens een schoonmaakbeurt met een beetje water erop. Oh, kijk eens even, joh. Dat is, kijk, hij gaat al. Kijk. Wat goed. Je buurman. Dat is mijn buurman, ja. Je buurman, oké. Ik heb trouwens net even zitten bellen met mijn verzekeringsmaatschappij. Ik was dus helemaal vergeten om een verzekering op te zeggen van mijn RS6. Het is nu maart 2021 en in november 2020 moest ik hem al stopzetten. Dus ik heb al die maanden doorbetaald en die premie is gewoon bijna 600 in de maand. Maar ik had het helemaal niet gezien. Heel erg, ik schaam me bijna ervoor. Dus ik denk, ja, dat is mijn eigen fout. Dat geld ga ik gewoon niet meer terugkrijgen. Dat is gewoon mijn eigen fout. Eigen schuld, dikke bult. Maar toen belde ik net op, maar het werkt gewoon met terugwerkende kracht. Dus ik krijg bijna nog 2000 euro terug. What the fuck. Zo, opa, even twerken. Of het wil lukken? Ja, of het wil lukken. Ja, ga je lukken. Hè? Dit wil lukken met bukken. Nee, maar ik zei twerken. Weet je wat dat is, opa? Twerken.
Kleuren, ja. Kleuren, nee, twerken. Weet je wat dat is? Twerken. Dat doet die reden toch altijd. Twerken. Nee. Twerken. T-W-E-R-K-E-N. Je schrijft het als twerken. Twerken. Weet je wat dat is? Nee. Nou, zeg het. Ja, niet meer zeggen, maar. Nou, moet je het eens opzoeken op YouTube. Word je heel blij. Dat wordt heel mooi weer. Ja, dat is mooi hoor. Nee, maar jongens, die verzekering, oh, ik zei ook echt tegen die meneer die belde van die verzekeringsmaatschappij, zijn schamen dood. Hij zei, oh nee, gebeurt wel eens vaker, alleen meestal niet met deze bedragen. Ik had gewoon even mijn administratie gedaan, dat keek bij me al mijn standaard incasso's, van mijn automatische incasso's. En toen schrok ik gewoon, ik zag het staan, elke maand nog min 600, what the fuck. Nou, in ieder geval, dat is gefixt, net even zitten bellen, de mannen van de garage zijn ook aardig opgeschoten. Die, kijk, die motoren, die zijn klein. Vergeleken met die andere. Ja, mooi spul. Onze vader. Ja. Helemaal mooi. Nieuwe reling erin. En een nieuwe ketting erin. Ja, we zijn allebei over. Hier, helemaal top joh. Er kwam ook heel veel licht hier zo doorheen. Dus ze hebben ook even de garage gesteld. Dus dan toch het ook wat minder. Helemaal blij mee. Nou, snel gefixt zo al. Ja, als het echt mogelijk was, dan hadden we uitgevoerd alles gedaan. Ja, en er zit ook een lampje in, zie ik. Drie minuten aanstaan. Dus als je aankomt, heb je de tijd om je auto neer te zetten, slot te pakken. Mooi. Ja, helemaal top joh. Nou, eens even kijken. Ingedrukt houden. Hoppatee. Dit is mijn rechter garage, dus deze. In die kleine, dat is deze die hier zo open staat. Oh, jullie willen nu weten hoe blij ik hiermee ben. En als ik hem dan weer ingedrukt houd, dan gaat hij zo en dan doe ik nog een keer. En dan gaat hij dicht. Veel stiller hoor dan. Heel zachtjes. Hij zit mij net uit te leggen dat wat hier voorin zat was allemaal van plastic, dus dat kraakte en dat werkte en dit is allemaal kunststof. Dus daar vandaar dat het veel stiller is. En hij is dicht. Mooi. Oh, je hoort hem echt goed sluiten, dat is een kluisdeur. Plus, wat zat er ook alweer in met die anti... Optilbeveiliging. Dat had ik dus niet, dus dan kon je gewoon een truck eronder zetten. En als je echt je best deed, kon je hem wel open krijgen, maar dat is nu eigenlijk onmogelijk. En je hebt een rollende code in je hand zitten. Kijk. Een rollende wat? Een rollende code. Dus op het moment dat jij, zeg maar, je handzender, die zendt een signaal. Ja. En dat is een signaal met een code. Ja. En die code wordt opgevangen door je ontvanger. En de volgende keer dat je weer zendt, zendt hij een andere code. Oh, dus hij doet telkens nieuwe codes zenden? Dus als je inbrekers hebt die graag even naar je auto willen kijken, en ze vangen de code op en ze sturen hem nog een keer, dan doet je deur niet. Oké. Dus er zit een soort computersysteempje in die klikkers of zo, die constant codes verwisselt? Constant nieuwe codes, constant unieke codes. En die codes die zijn met elkaar gesynchroniseerd. Ja, want die gasten die gaan toch tegenwoordig gewoon met apparatuur staan bij een garage. Ja. Of om die sleutel van je auto op te pikken, voor keyless entry en die klikkers, toch? Ja. Ja, dan krijg je in principe tot alles toegang, maar dat is nu dan... Omdat je iedere keer een nieuwe code verzet, kan dat dus niet. Ja, voor mijn auto doe ik altijd in een stalen blik. Ja. Mijn sleutels, zodat ze het signaal niet kunnen opvangen. Ja, ja, mooi allemaal. Dus ik ga helemaal erop vooruit eigenlijk met alles. Beter voor de diefstal, minder herrie, praktischer. Blij mee. Er kunnen elk moment twee hele gezellige mensen voor de deur staan. Zo, ik verlicht in mijn harsjes of niet dan? Ben je licht in je harsjes? Ja. Hey, kijk, ik heb mijn leeuw gevonden. Nippa. Hey, Iguanus. Matje! Hoe is het, maat? Nog wel met 1 miljoen. Dankjewel. Ziek, hè? Ja, dikke art op Quinn's auto, jongen. En voor duidelijkheid is een rap, hè? Dus het is geen lak. Iedereen mocht erop schrijven. Ik heb toch ook ergens wat geschreven toen? Zat dat er nog op? Weet ik niet. Had jij iets geschreven? Oh. Ik had toch ooit een keer voor jouw video had ik ook iets opgezet? Ja, dacht ik ook. Een portret van Shahid. Of wat was dat? Nee, en hij eentje van mij. Kijk, moet je kijken. Ja, ik weet het weer. Kijk, dat stond hier. Als je hier heel goed kijkt, zie je nog een beetje. Maar dat is helemaal afgegaan. Maar weet je wat kwam? Het was toen nat buiten en toen was het een beetje nat. Oh, ik word in mijn kont getikt. Hey, baby. Hey. Het is gewoon vanaf geregend. Ja, het is gewoon eraf gegaan. Heb je geen permanent marker gebruikt? Ja. Oh. Huh? Zou ik anders gewoon mijn ballen helemaal zwart verven en dan gewoon zo erop doen? Of je lul erop leggen en eromheen tekenen? Ja. Zou je dat echt doen? Ik zou wel mijn ballen zo erop kunnen leggen. Doe dan. En die verf. Nee, leg je ballen neer en teken eromheen dan. Doe het dan. Nee, ga je dat echt doen? Misschien wel. Ja, ik moet even nadenken. Ik ga niet zo'n nicotine en then I can go. Hey Quinn, Quinn. Kijk, 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 kijk. Let op. Kijk. Kijk. Hey! Kijk! Nice. Hey, kijk! Oh, dit is toch tof? Ja, ik kan hem stoppen zo. En dan gaat hij weer de andere kant op. Let op. Ja. Oh, hey, hier ben ik chill. Zo blij mee. Ja, dat snap ik. Dat is wel echt chill. Mees, waar ga je hem doen?
kijken hoor. Je staat ook echt al ready om hem gewoon je zak eruit te halen. Waar zou ik hem doen? Hey, oh, is de spiegel gerapt? Ja man. Doe het de spiegel. Maar dan moet ik wel heel open mijn zak. Mees, ik scherm het een beetje af van de straat zo. Ik ga wel zo staan. Dan ga ik kijken. Ik vind het nog heel, heel confronterend. Ik moet eerst... Gast, hoe vaak hebben wij elkaar naakt gezien? Best ja, vaak. Dat klinkt heel raar. Mees, op groeit hij. Nee. Even een hij doet het nog. Hier, je gaat zelf tekenen hoor. Oh mijn god. Oh mijn god. Valt het jou ook omdat er een stopje uit zijn hand komt? Mees, wat heb jij een grote stop? Je hebt op je zak getekend. Ja. Je hebt op je zak. Ze hebben al een streep op zijn zak. Ja. Wat is dit? Dit was de een halve appel of zo? Nee, dit was, hoe heet het? Dit was alleen één helft. Ja, het is moeilijk man, zo schuin. Want je moet mijn zak ook omhoog houden. Ja, ik ga echt niet tekenen voor. Je moet het echt zelf doen. Hoezo niet? De hele zak is helemaal zwart. Ja, je hebt echt één ziek dikke streep. Ja. Je hebt meer getekend op je zak dan op die spiegel, gast. Wow, en ik verbaas me elke keer weer dat hij kan gewoon skippieballen. Het is echt... Maar dit is het permanent. Ga je het nu daar doen? Ja. Oh, meester is nu helemaal niemand. Buurvrouw, kijk eens. Nee. Oh mijn god, kijk die streep erop. Nee, dat is één helft, dat is één helft. Oh mijn god, dit ziet eruit. Is dat niet koud? Jawel. Dit is toch niet echt? Oké, dit is een beetje. Dit is een beetje. Of weer dit. Maar dit is uiteindelijk ook gewoon maar een cirkel. Hey, nu ik die van mij daarnaast dan vergelijken. Nee. Ja, ja. Nee. Ja, jawel. En dan eigenlijk is het dan zo, hè. Hier loopt dan mijn been langs. Ja, als je echt zo'n grote zak zou hebben, zou je echt kunnen skippieballen houden. En kijk, weet je wat er dan onder hangt? Kom eens, okay. Ja, nu gaat hij grappig. Zo ziet het er in verhouding wel uit. Meestal heeft geen kleine lul, behalve als hij zijn zak laat zien. Flipcheck, bro. Flipcheck. Weet je wat ik echt spuugespuug zat ben? Een hele hoop zand in mijn voortuin. Dus we hebben een idee. Ik heb precies 3 scheppen. En we gaan alles wegscheppen. We hebben geen kruiwagen, dus we gebruiken de prullenbak. Van de GFT. En dan pleuren we al dit zand. Dat zand, dat zand. Ja. Daar op die kale plek. Blessure, au, au. Oké, okay, tijd voor een timelapse. Hier, Dom. Misschien kan jij hiermee wat mee doen. Wat zeg je nou? Dit is zo humor. Met wat kan ik scheppen? Met een lepel. Oké, die vond ik wel heel goed. Als je heel die berg alleen met die lepel moest doen, hè? Oh. Kans 1 op 100, nee. Kans 1 op 100. Dan wil ik niet eens 1 op 1000 doen. Stel je voor, je moet, als je verliest 1 op, dan moet je altijd. Hé, hey, die groene bak hè, van mij is echt dik, hè. Deze. Ik heb echt een hele groene dikke bak, jongens. Oh ja, en daar staat een Lambo. Nee. Sorry, die is heel kut. Oké, okay. Ja. Oh, met souplesse, Mees. Oh, tijd voor een timelapse. Jongen, we lopen helemaal kapot te gaan hier zo, jongen. Moet je kijken, dit. Tjo papi, man, ja, ja. Laat je kadji. Hebben we scheppen wel een paar 100 kilo hier weg, hoor. Ja, dan kan ik mezelf ook 20 keer scheppen ongeveer. Ik wou het letterlijk zeggen, maar jij zei het gewoon zelf. Heel goed. Nou, nog even snel dit bergje en dan zijn we er ook klaar mee. Wow, jongens, check dit. 10.000 keer beter. Och. Helemaal lekker. Voelt helemaal rustig in mijn hoofd. Kijk hoe nat zand blijft, hè? Hoe kan dat? Het ligt er al een paar maanden. Maar ja, zuipelt er gelijk doorheen, hè, water. We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. Yeah.
ondanks dat je rookt, heb je best goede longen. Je hield langer vol dan ik. Sowieso. Ja, ik had het over je longen, niet over je buik. Nou, jullie zien het al staan. De mannen hebben trek in pils. Ja, de mannen gaan een asje doen. En Mees gaat winnen, denk ik. Ik weet het wel zeker. Oké, Mees zet dat keelgat open. Ik drink niet mee, sorry. Jij kan wel echt snel drinken. Oh. Wat was dat? Dat was geen proost. Wat kut. Nou, proost mannen, goeie proost. Kijk, goed. Wacht, kijk het niet. Hij geeft me een voorsprong. Oh, Quinn, de helft gaat in je shirt, denk. Jezus, Mees, je stelt me teleur. Oké, daar komt de boer aan. Altijd bij Mees aan een atje. Oh, wat kut, hij zit vast. Ik hoor jou een heel klein boertje. Ja, daar is de rest. Hallo. Hallo, hij komt. Ja, ja. Hey, even mededeling, mijn boer komt eraan. Ik wil aandacht. It started when we were younger, you were my boo. Die gaan jullie straks nog een keer in de vlog horen, maar dan heel hard. Nu gaan we eerst lekker wat eten halen bij Carlos. Carlos doet ook aan bezorgen, dus ik ben benieuwd of hij er zelf is. Maar we gaan het zien. De deunerlamp staat aan, het bordje open staat aan. Is die er? Ja, hij is er. Carlos! Toon! Alles goed, maat? Goed, man. Met jou? Ja, goed. We hebben weer honger, man. Zo, welkom. Even snel mijn kapje op doen. Zo, druk gehad vanavond? Nee, man. Het is echt rustig. We komen net binnen voor sluitingstijd. Ja, is het rustig? Dat is maandag voor ons vandaag. Iedereen bestelt natuurlijk altijd een weekend. Vandaag is extra rustig. Normaal gesproken is het druk. Oh, heeft dat een reden dan? Of? Ja, die dagen zitten er ook bij. Je ziet weinig mensen. Sukkels. Waarom reageren ze niet? Hey! Kapjes vergeten. Hey, klim even omhoog dan, neem een hap van die deuner. Mees is echt zo'n guy, zo'n klant die dan zijn geld vergeet en een half uur zo naar die deunerlamp gaat kijken, toch? Oh, nee, maar daarom heb ik altijd mijn telefoon, voor de Apple Pay. Apple Pay. Yo, Mees, alles goed, man? Ja, lekker. Kijk eens aan, Carlos. Bedankt, hè. Bakkertje de Veen. Werkzaam, maat. Hoi. Ja, wij staan een beetje te kutten buiten. Maar het eten is alweer klaar, hoor. Moet je even kijken. Carlos, oh, wat lekker. Flipcheck. Flipcheck! Oei. Hey, hallo! Zag je mijn flip? Squatcheck, 10 keer! Nee. Hij zit te aanstand en toen dacht hij 10 keer dat het fuck it. Ja! Mees! Hey. Doe dan, Mees! Mees, voordat hij het rust slaat! Een ballen van staal! Oh nee, die paal van staal! Jongen. Dom! Godsam, ik had een kalf gevraagd. Heeft hij er dommer in gedaan? Nee, ik heb hier niet heel veel vlees waarschijnlijk. Leuk grapje. Wat was dat? Dat klonk als een rotje die niet goed oplofte. Ja. Dat wordt weer goed poepen morgen. Niet normaal. Oké, dames en heren. Een tijdje terug in mijn vlog heb ik laten zien dat ik de moonwalk aan het oefenen ben. Dit is waar ik nu op het moment sta. Geen idee of ik het kan. Jullie moeten oordelen. Oké, ik ben er nog lang niet, maar ik maak vooruitgang. Hij begint soepeler te worden. Het is gewoon een proces van weken, of een paar weken, smooth moonwalk. En dan ben ik op een feestje. Ik ben er ook nog niet, maar ik ben... Ja, je bent aardig aanwezig, mag ik zeggen. Jullie weten het, het gaat hartstikke goed. Team push-ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7. Oh, je wordt helemaal rood gelijk op je borst, gast. Shoepapi! Munjanje! Wow! Gas, gaat het? Nee. Wow!
Oh, hij is helemaal kapot. Nou jongens, Jurre is er ook gezellig bij. Quinn is weg, Jurre is aangekomen. Mees is afgevallen, Jurre is aangekomen. Is zo erg, ja? Maar het schrok je zo erg? Wow. Sorry. Ik had al iets voor, maar ik heb het. Ik heb zelden zo iemand laten schrikken voor mijn gevoel. Ik wacht het wel, maar alleen door het niet. Ja! Ik wist het. Ik heb het opschokken. Ja! Dames en heren, Don heeft nog steeds de 1 miljoen abonnees. Dat is niet veranderd in de laatste vlog dat ik dit heb gezegd. We houden van jullie allemaal. Toch Don? Jij zit hier. Dat is niet normaal! Hij is er vandaag, hij was er even bij. Normaal doet dit solo. Maar we gaan lekker het bedje in. En we love Don, we love you all. En sms me nog steeds op meestelijks aapstaartje. De rode epilepsie. Ja! Shut the fuck up! Niet normaal! Die domme vlog en lullen, wat pak jullie in jullie slaap? En dan weet je wat ik bedoel? En ik wil het eigenlijk op een grovere manier zeggen, maar dan klink ik niet hetero. Daar is eigenlijk niks mis mee. Maar ik ben niet bi. Nee, nee. Eigenlijk was dit helemaal niet de bedoeling, maar we gaan hier gewoon maffen. We hebben een paar oude matrassen uit de kast gehaald, ergens uit een opbergkast in de crib. En we gaan lekker pitten hier zo. Helemaal onbedoeld, maar we hebben een paar drankjes gedaan. Het is gezellig, een beetje gedanst, elkaar laten schrikken. En we gaan hier gewoon lekker maffen. Eerste keer eigenlijk in mijn huis sinds dat het af is. Ik heb het wel natuurlijk heel vaak al in geslapen, maar niet sinds het af is. Voor de verbouwing natuurlijk heel veel. Zitten jullie nou te lachen, man? Jullie zijn melig? Nee, dat noem je alcohol, nee. We gaan lekker chillen in bed. We zetten even lekker een muziekje op om lekker te viben op de Sonos. En dan gaan we maffen. We zitten hier nou te lachen. Je lacht om elkaars lach. Het ging bijna nep. Hey Donnie. Hey, mag ik van jou een Donnie? Oké, dit is echt de tijd om de vlog af te sluiten, want wat er nu gaat gebeuren, dat kan niet op camera, nee. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie genoten hebben van vandaag. Heerlijke random dag. Ik heb ervan genoten. Ik ben heel blij met mijn voortuin. Eindelijk lekker clean. Rust in mijn hoofd. Ik ga nu pitten, ook rust in mijn hoofd. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later. Tot even stijven.